Oké, welkom terug allemaal. Vandaag een heel korte status update video. Eerst en vooral, ik heb ondertussen rond, ik denk op het moment dat we deze video maken, heb ik 295 leden. Dus dat is al heel goed. Super bedankt aan die 250 mensen die lid geworden zijn. Aan alle andere mensen die kijken die nog geen lid zijn, zeker doen. Het heeft voor mij is de motivatie om verder te doen en voor jullie heeft het voordeel van updates te krijgen van nieuwe video die beschikbaar komt. Rond nieuwe video's zijn er een aantal dingen waar ik momenteel aan werk. Aan de ene kant werk ik aan meer afwisseling in beeldmateriaal, dus dat niet continu op mijn hoofd moet kijken terwijl ik spreek, maar dat je dus ook meer zogenaamd coverage materiaal krijgt, waarbij dat je bijvoorbeeld als ik over een bepaalde lens spreek, dat je dan shots krijgt van die lens daartussendoor. Of over instellingen waarbij dat je dan video krijgt, beeldmateriaal van die bepaalde knoppen van de menu enzovoort. Dus meer coverage materiaal, maar ook een verschillende achtergrond. Ik heb nu al een andere achtergrond voorzien. Maar ik werk ook aan een studio waar ik mijn camera continu en mijn belichting continu kan opzetten. En dat ik een aantal requisieten heb ook. Bijvoorbeeld uitgesteld fotomateriaal, een aantal foto's, vergrotingen, prints en dergelijke meer. Negatieve misschien, ontwikkelmateriaal. Ik zal wel genoeg materiaal vinden, dat is het probleem niet. Ik voorzie gewoon een bepaalde setup in de studio, een bureau misschien ook. En dan zal ik ervoor zorgen dat ik een 2, 3, 4-tal standpunten heb, waardoor dat ik genoeg kan afwisselen vanuit één kot, vanuit mijn ene studio. Dus dat is iets waar ik momenteel aan werk. In afwachting zal ik gewoon de achtergrond nu en dan afwisselen. Maar dus er komt zeker verbetering op dat vlak. Dan als we het over materiaal hebben. Ik heb een aantal nieuwe video's die eraan komen. Ik heb één video die ik gewoon opnieuw zou willen doen, omdat de originele gemaakte video is eigenlijk overbelicht. Ironisch genoeg is het net een belichting over, of net een video over belichting. Als je zoekt een van de eerdere video's rond type lichtmeters, dat is de video waar het over gaat. Ik heb er ook een opmerking op gehad, heel terecht trouwens, dat de belichting niet correct was. Dus die maak ik gewoon opnieuw. De inhoud zal grotendeels hetzelfde zijn. Misschien dat ik nog iets meer coverage en iets verbetering zal voorzien. Dus om de kwaliteit van de video op dit kanaal te verbeteren, zal ik die gewoon opnieuw maken. En dan heb ik nog een aantal andere. Ik heb nog twee type video's. Eén volledig nieuw formaat. En dat gaat dan eigenlijk ook over materiaal. Maar omdat ik niet materiaal wil bespreken in de zin dat er al zoveel besproken wordt op YouTube, zijn de reviews van lenzen, van bodies. Ik zal wel ook een aantal nieuwe video's maken rond het materiaal wat ik zelf heb. Wat dan gaat over wat ik er zelf van vind. Dus wat ik zelf goed vind aan die camera's. Dus niet zozeer wat die camera goed maakt. Of wat de voornaamste specs zijn van die camera. Of voor welke doelgroep dat die camera het best geschikt zijn. Of hoe goed dat die camera presteert ten opzichte van zijn voorganger of tegenover zijn concurrentie. Eerder over waarom heb ik die camera zelf gekocht. Waarom gebruik ik die camera heel graag. Wat vind ik er zelf goed aan, wat vind ik er niet goed aan. Dus dat is in de eerste zin een nieuw formaat wat eraan komt over materiaal. Maar op mijn eigen manier gebracht zijnde wat ik er goed aan vind. En dan hoop ik dat ik door te bespreken wat ik er goed aan vind, jullie ook tips kan geven als je zelf geïnteresseerd bent in dat materiaal. Ik heb redelijk wat materiaal. Ik ga uiteraard enkel bespreken wat ik zelf heb. Het heeft geen zin van mijn mening te geven over materiaal dat ik nooit in handen heb gehad, wat ik nooit heb gebruikt. En dan eigenlijk heel sterk aanleunend daarop ga ik ook nog een totaal ander formaat uitproberen wat ook over materiaal gaat, maar daarbij ga ik bespreken wat de reden is dat ik dat materiaal eigenlijk bijhoud, dus wat eigenlijk het verhaal is achter het materiaal. En dat is direct ook een goede naamgeving voor die track, dus materiaal met een verhaal. En dat gaat dan echt over bijvoorbeeld bepaalde fototoestellen, bepaalde lenzen, bepaalde, ja, het kan eigenlijk elk type materiaal zijn, wat ik ooit aangekocht heb en wat ik, waar een verhaal achter zit, waar ik bepaalde dingen mee meegemaakt heb. En vaak zijn dat dan ook dingen die ik om die reden koester en die ik dus ook niet wil verkopen. Niet zozeer, dat is dan niet zozeer omdat ik dat elke dag gebruik of omdat ik dat echt nodig heb, dat materiaal, maar toch wil ik dat graag bijhouden omdat dat voor mij een belangrijke waarde heeft. Ik koop heel veel dingen aan, sommige dingen verkoop ik ook snel terug omdat ze niet zoveel gebruikt worden als ik dacht dat ze gebruikt zou worden, omdat ik ze niet graag gebruik. En dan wordt dat verkocht, maar er zijn bepaalde dingen die ik ooit gekocht heb waarmee ik al van alles meegemaakt heb, waar dus een volledig verhaal achter zit. En een van de nieuwe formaten is dus het brengen van die verhalen. Dus heel veel nieuwe video die eraan komt. Ik hoop dat die jullie zeker kan boeien. Als je opmerkingen hebt rond het formaat, rond wat ik net verteld heb, rond vorige video's, zeker in de comments onderaan deze video of via een persoonlijk berichtje of hoe dan op gelijk welke manier, mij laten weten.
Als je mij een klein beetje volgt, dan weet je dat ik ook kijk naar die commentaar en dat ik mijn best doe om daarop te reageren. En dat ik heel vaak ook content ga aanpassen of nieuwe content ga uitbrengen op basis van die commentaren. Dus zeker blijven commentaar geven. Liefst opbouwende kritiek, maar alles is welkom. Om deze video af te sluiten, bedankt om te kijken en tot de volgende.